fruitwedstrijd. Wauw! Met deze aardbei ga ik meedoen aan de fruitwedstrijd. Daarmee zal je zeker gaan winnen. Inderdaad, want hij is prachtig. Prachtig? Kijk dan eens naar die van mij. Wauw, zo cool. Hij is bijna zo groot als een huis. En heeft de kleur van de zon. Ik heb de wedstrijd al 3 keer gewonnen. En dit jaar ben ik van plan om hem weer te winnen. Zal ik hem laten zien? Dan mogen jullie er foto's mee maken. Er zou een wonder moeten gebeuren, wil ik Pia kunnen verslaan. Een wonder? Dat is een soort magie. Ah, en weet je waar we magie kunnen vinden? Bij de Fantasyberg. Kom mee! Tina! We hebben je nodig. Hallo. Ik wil dat mijn aardbei mega groot wordt. Maak je geen zorgen, het komt goed. Hm? Ik heb iets voor je wat ertoe doet. Dit is magische meststof. Eeuw, het ruikt naar apenvoeten. Het ruikt verschrikkelijk. Ja, maar 2 snufjes is wat hier staat. Want anders doet het heel veel kwaad. Je maakt me bang. Bedankt, Tina. Oké, voeg de magische meststof maar toe. 1 snufje en 2 snufjes. Huh? Maar dat is veel te weinig. Geef eens aan mij. Maar Tina zei 2 snufjes. Maar je zal niet genoeg groeien met 2 snufjes. Maar als we meer toevoegen, zal er iets vreselijks gebeuren. Je moet niet alles geloven wat ze zeggen. Huh? Hé, kijk nou wat je doet. Hoe meer, hoe beter. Maar er gebeurt niks. Dan heeft het niet gewerkt. Het is tijd voor een dutje. Oké, nou, slaap lekker, mijn kleine aardbeitje. Mamma Mia, het heeft wel gewerkt. Goedemorgen. Wat? Dit jaar ga jij de wedstrijd winnen. Yay! Wacht, hoe gaan we hem vervoeren? De wedstrijd is op het strand. We moeten de aardbei daar zien te krijgen. Dit is geen gewone aardbei. Dit is een mega aardbei. Nou, hij bewoog wel een beetje. Tina had het nog gezegd. Er zou iets vreselijks gebeuren. Hij is onmogelijk te verplaatsen. Sorry, maar ik overdrijf soms graag een beetje. Beter iets te veel dan te weinig. Laten we de fantasy halen. Ik zei 2 snufjes, niet meer, stelletje dwazen. Het is Pom's schuld. Harder, baby's. We blazen zo hard we kunnen. Ja! Zijn jullie oké? Hij is veel te zwaar. Wie had dit ooit gedacht? We hebben veel te weinig kracht. Ik heb een idee. Help me. Ik moet bijna huilen van het lachen. Kom op, baby's. Het idee is dat de jellies ons gaan helpen de aardbeien te verplaatsen. Magic Tears Jellies! Kom op, jellies. Tillen. Niet erop, eronder. Welke richting je wilt delen? De jellies willen blijven spelen. Oh nee, we zijn te laat. We zijn nooit op tijd voor de wedstrijd. En de prijs voor het kleinste fruit gaat naar... Grace! Yeah! En nu, de laatste prijs van de avond. Wie heeft dit jaar het grootste fruit? Wat vreemd. Waar is Ella? Ze keek er zo naar uit om deze keer mee te doen. Oh, Ella? Ze doet vast niet meer mee, omdat ze wist dat ik weer zou winnen. Oh, Pia gaat dit jaar weer winnen. Maak je geen zorgen. De jellies doen gewoon wat ze willen. Ik weet iets. We trekken hun aandacht met muziek. Ja! Kom op, jellies. Tijd voor beweging. Kom op. Iedereen tillen. Ja! Het werkt. Woehoe! En de prijs voor het grootste fruit gaat naar... Naar Pia, naar Pia. Kom op, zeg mijn naam. Hé! Hey. Sorry, we zijn een beetje laat. Maar jullie hebben het gered. De winnaar is Ella met haar mega grote aardbei. Gefeliciteerd, Ella. Je hebt eerlijk gewonnen. Je aardbei is mega. Hey, help! Nee! Mijn aardbei is helemaal geblit. Niet verdrietig zijn. Luister, Pia. De fantasy hebben mij geholpen met hun magie. De prijs is voor jou. Geen zorg over die prijs. En bekijk het positief. Want hiermee kunnen we heel veel lekkere toetjes maken. Ik ga er ijs van maken. En dan maak ik een taart. Ik ga ze